amai, zitten die allemaal staan. Ongelooflijk. Alleen maar te denken, dat ze zeggen dat er niet genoeg eten en drinken is op deze planeet om iedereen levend te houden. Dat is een van de grootste volksmythes, dat er niet genoeg eten is voor iedereen. Er is wel genoeg eten voor iedereen, maar niet goed verdeeld. Er is genoeg eten op deze planeet en mogelijkheden om eten te produceren om iedereen minstens 2 kilo eten per dag te geven. Geef naartoe, als meer is genoeg. Het probleem is, het is niet goed genoeg verdeeld. Hier in het Westen hebben we te veel en in de derde wereldlanden hebben ze te weinig. Ja, want voedselproducenten zijn niet bezig met de mensen, hè? Die zijn bezig met winsten te maken. Voilà. En als ze in de derde wereld niet genoeg winst kunnen maken met hun eten te verkopen, dan voeren ze het uit naar het Westen. Ze moeten ons alleen maar overtuigen om veel te veel te vreten natuurlijk. En hoe doen ze dat? Door die eten vol vetten en suikers te steken. Waardoor wij meer en meer en meer en vetter en vetter en vetter worden. Dat zijn wij. In de derde wereld sterven ze van te weinig eten. Hier in het Westen sterven wij van te veel eten. Het weegt zichzelf uit, want op ons planeet momenteel heb je 1 miljard mensen die te vet zijn en 1 miljard mensen die aan honger lijden. Is dat geen optelsom die zichzelf uitwijst? Denk het wel.